Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer gaat het over iets wat al veel vaker is langsgekomen op YouTube. Maar ook ik ga het laten zien en ga het doen. Ik zal er wat meer over vertellen. Het is namelijk een bullet journal. Ik keek eerst heel veel van zulke video's en toen dacht ik vorig jaar, misschien moet ik aan het begin van het jaar maar starten met een bullet journal. Dat heb ik toen gedaan samen met Chantal. Superleuk! En ik heb het nog steeds volgehouden. Ik ben trots op mezelf. Ik heb het al een maand volgehouden en ik wil het ook langer vol blijven houden. Want ik vind het gewoon superleuk om te doen en je kan je creativiteit erin uit en het is gewoon heel erg handig. Het kost wel ontzettend veel tijd. Ik had het een beetje onderschat, maar meestal kijk ik dan ondertussen even YouTube of een serie. En dan is het gewoon leuk om ondertussen te doen. Want er zijn vast ook mensen van jullie die niet weten wat een bullet journal is. In het kort is het eigenlijk een boek met allemaal stipjes erin. En daar kun je tekeningetjes in maken, lijstjes, het als een soort agenda gebruiken. Eigenlijk kan je er van alles in maken wat je eigenlijk wilt. En ik ga vandaag laten zien wat ik heb. Ik ga niet laten zien hoe ik het heb gemaakt. In veel video's zie je het hoe ze het gaan tekenen. Ik heb ook veel dingen als inspiratie gebruikt. Maar ik heb er toch allemaal weer een beetje mijn eigen draai aan gegeven eigenlijk. Ik heb als eerste dus de bullet journal met de stipjes. Ik vond het wel gewoon een leuke cover. En die heb ik dan gekregen voor met surprises met Sinterklaas. Dan beginnen we voorin en hier staat gewoon mijn naam. Niet zo heel erg bijzonder dus. Daarna komt er een quote en dit was het eerste wat ik maakte. Dus heel eerlijk vind ik hem nog best wel mislukt. Helaas, maar ik vond het een mooie quote. Het staat er en oefening baart de kunst, zou ik dan maar zeggen. En ik maak nog steeds fouten, maar dat hoort er denk ik maar bij. Niemand is perfect natuurlijk. Daarna heb je een jaarkalender en deze heb ik heel erg kleurrijk gehouden. Vond ik wel leuk. Lekker kleurrijk, jaren, hartstikke gezellig. En ook bij jullie had ik een foutje gemaakt, want die moest één regeltje opzij. Maar ja, dan heb ik het zomaar een soort van opgelost. Daarna heb je iets en dit stond er als standaard ingetekend. Dus ik heb niet al die landen zelf getekend hoor. Maar daar kan ik landen dan inkleuren waar ik al ben geweest ooit. Ik wil eigenlijk hiernaast ook een lijstje bij gaan houden dat ik de landen opschrijf en dan per jaar waar ik dan ben geweest eigenlijk. Maar dat kan ik nog altijd doen, ook van alle vroegere jaren. Vind ik wel heel erg leuk om dan te zien. Dat komt later dus nog. Dan heb ik hier een bladzijde met keys. Hier ben ik wel heel erg blij mee. Ik vind het heel netjes geworden. En mooi die bovenkant ook. Ik vond het wel leuk en creatief. Ook weer als inspiratie gebruikt natuurlijk. Hier zijn allemaal punten die ik dan weer kan gebruiken in mijn maandoverzicht. Super handig is dat. Daar kom ik zo meteen op terug. Daarna heb ik een pagina met verjaardagen. Stel je kent mij in het echt en je ziet het nu en je staat er nog niet in. Maak je niet ongerust. Nog niet iedereen staat erin. En ik vond deze wel heel erg leuk en kleurrijk gemaakt. Een cirkel met birthday erin. En alle lijnen en wie er dan jarig is. Super handig natuurlijk om te zien even per maand. Hoeveel mensen zijn er jarig? Wie was het ook alweer en wanneer? Want eerlijk, iedereen vergeet dat. Dan de volgende bladzijde. Hier had ik gewoon even zin om allemaal dingetjes te tekenen. En dit zijn een soort goals voor 2018 eigenlijk. Heel veel verschillende dingetjes staan er. Dingen die ik eigenlijk zou willen, denk ik. Ja, dit heb je waarschijnlijk niet langs zien komen op YouTube. Want dit was echt iets van mij of mezelf. Ik wilde namelijk heel mijn kamer tekenen. Ik had het namelijk al eerder een keertje gedaan op een klein blaadje. En dan heb ik allemaal hoekjes geschreven die ik wil uitzoeken en opnieuw inrichten. Heel het jaar de tijd kan ik afvinken welk stukje ik al heb gedaan, wat ik dan heb uitgezocht en wat ik dan heb ingericht. En hopelijk komt dat er dan van. En dan is het dan makkelijk bij te houden. Dan heb ik een bladzijde met tv-series, Nederlandse tv-series. Dat zie je waarschijnlijk wel, er zat niks buitenlands in. En dat zijn allemaal aparte dingetjes die ik dan kijk af en toe. Dat vind ik heel erg leuk. Dan op de volgende bladzijde. Staat nog eigenlijk niks. Ik wil hier namelijk een bladzijde met films maken en een bladzijde met boeken die ik heb gelezen. Dan heb ik nog een bladzijde en hier, ja, dit vind ik eigenlijk wel echt heel erg leuk. Met dingen die me gelukkig maken. Ik kwam het ook tegen op internet en ik heb verschillende dingetjes overgenomen, verschillende dingetjes ingevuld. De buitenkant met dikkere pen ingevuld en daar de binnenkant ingekleurd met potlood. Het ziet er super vrolijk uit en hier ben ik best wel heel erg blij mee geworden eigenlijk. Dan hier een bladzijde met examens, wanneer ik examens heb. Want ik zit in de tweede klas van het mbo en ik heb nu al mijn basisvakken examens. Van verschillende dingen. Niet alles staat hierbij, maar de belangrijkste dingen wel. Dan slaan we de bladzijde om en hier heb ik nog plaats voor doodles. Dus doodles zijn kleine tekeningetjes die je wilt maken. En ja, dat kan natuurlijk heel het jaar gebeuren. Dan, als we nu omslaan, komen we naar de eerste maand, januari. En ik heb hier als eerste een bladzijde met memories. En
ja, soort van kaartjes, dingetjes die ik deze maand had verzameld. En dan een eerste bladzijde met januari erop. En dan hier het eerste maandoverzicht. Zoals je ziet zit hier een veeg boven, want ik had eerst januari fout geschreven. En ik weet niet wat er was gebeurd, maar het is uiteindelijk met typex en vegen en allemaal rare dingen is het een soort van opgelost. Het lijkt nu een beetje sneeuw. Ik had het ook een beetje gemaakt in het winter- en sneeuwthema, want dat was een beetje koud. Dan komen we bij de mood tracker. En dit vind ik wel heel erg grappig, want ik wilde heel graag een figuurtje tekenen en kwam uit op een olifant. En daarbij zie je dus ja, wat jouw mood die dag was, wat je voelde eigenlijk. En dat vond ik wel heel erg leuk. Krijg je uiteindelijk een gekleurd figuurtje. Dan heb ik daarnaast de Sleep and Water Tracker. Tracker? Ja, tracker denk ik. Ik kan het niet zo goed uitspreken. En hier kan ik opschrijven wanneer ik naar bed toe ga. Wanneer ik wakker word. En ik moet mijn ritme zeker verbeteren. Ik weet het, maar ja. Ook heb ik hier de druppels water die ik bijhoud. Hoeveel glazen ik die dag heb gedronken. Dan komen we bij de volgende bladzijde. En hier staat werk, inkomsten en uitgaven. Ik vind dit alleen niet handig gemaakt. Dus voor de volgende maand, februari dus, heb ik hier een betere oplossing voor bedacht. Die zien jullie zo meteen. Ik ga hier nog wat aan verbeteren, maar ik vind het dus totaal niet handig. Neem dit dus denk ik niet over. Dan heb ik daarnaast nog een bladzijde met YouTube. En hier heb ik dan opgeschreven hoeveel subscribers ik had op de eerste dag van januari en op de laatste dag. En het verschil ertussen. Er zijn weer 237 nieuwe mensen bijgekomen. Dus welkom als jij een van de nieuwe bent. Laat het even weten. Vind ik wel grappig om te weten. En hier een videoplanning met welke video's op welke dag komen. Ook voor mijn ASMR kanaal. Dan heb ik hier de volgende maand februari. En deze heb ik dan weer opengelaten voor eventuele memories en dingetjes die ik dan verzamel in die maand. En hiernaast heb ik een hele leuke tekening gemaakt voor februari. Een beetje met roosjes voor Valentijn. Ook al heb ik geen Valentijn. Maar goed. En skis, want ik ga nog op skivakantie. Ook altijd heel erg leuk. En sneeuwpoppen. Vond het wel bijpassend eigenlijk. Was ik best wel even trots op. Dan heb ik hier ook weer het maandoverzicht. En deze is nog niet 100% ingevuld. De eerste week wel, want daar zitten we nu al in. Maar de rest, dat komt nog. Het grote deel werken, dans, toneel, bla bla. Ja, hier kan je gewoon alle kleine dingetjes invullen die je hebt die maand. Toetsen, afspraken. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn toneeluitvoering weer. Heb ik er ook weer ingeschreven. Ook weer heel erg leuk. En dat heb ik ook een beetje in het rode thema gehouden met roosjes. En heb ik een beetje rozenstruikachtige iets dingen proberen te tekenen. Ook heb ik dan hier nog een lijstje met to-do geschreven. En hier zijn de dingetjes die ik die maand zou moeten doen. En dat heeft dan niet een bepaalde week of een bepaalde dag. Maar die maand moet dat eigenlijk gebeuren. Dat vind ik ook wel heel erg handig. En dan heb ik daar ook de mood tracker. En deze vind ik ook heel erg leuk. Daar word ik heel erg vrolijk van. Een hele schattige pinguïn met een mutsje erop. En ja, elke dag weer een mood invullen. En daarnaast heb ik weer een sleep and water tracker. Deze heb ik eigenlijk gewoon hetzelfde gehouden. Vond ik wel heel erg handig. Ik heb alleen lettertypen en zo een beetje anders gedaan. Maar op die manier bijhouden vind ik wel prima. Als we dan omslaan, komen we bij de spending tracker. Hier heb ik dus de oplossing soort van gevonden. Ik weet nog niet of ik het echt handig ga vinden. Maar ik zag dit dus in de video van Eva Zwanenburg. Zij maakt ook super mooie bullet journal video's. En moet je zeker maar eventjes kijken. Hier kan je dus gewoon makkelijk de datum, wat je hebt gekocht, de winkel, de prijs, of je met een pinpas of contant geld hebt betaald invullen. En dan wil ik denk ik hier onderaan gewoon mijn inkomsten invullen, want ik werk bij de Hoogvliet. Dus daar krijg ik natuurlijk wel weer geld van. En hieronder kan ik dan de uren invullen die ik werk. Dan heb ik daarnaast weer een YouTube planning. Die heb ik eigenlijk ook een beetje hetzelfde gehouden. Want ik vond het gewoon prima hoe het zo werkt eigenlijk. Ik vond het er wel mooi uitzien. Nou, en dan is dit eigenlijk wat er allemaal tot nu toe in mijn bullet journal staat. Ik ben er al onwijs blij mee. Sommige dingetjes zijn wat mooier dan de andere dingen. En ik vind het gewoon heel erg leuk om creatief bezig te zijn en handige lijstjes te maken. Het kost wel veel meer tijd dan ik eigenlijk had verwacht. Want eerst met potlood, dan met zwarte lijntjes, dan nog inkleuren. En ja, ik vind het wel gewoon heel erg leuk om te doen. Het is een goede bezigheid, lekker rustgevend. En ik ben er heel erg blij mee. Laat mij zeker weten of jij ook een bullet journal bijhoudt. Of dat je het na deze video eigenlijk al wil gaan doen. Laat het even weten. Zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!